Het enorme standbeeld van Michael Jackson werd vanmorgen weer op zijn sokkel gehesen bij de McDonald's in Best. Afgelopen weken werd het beeld in strijd bij het bedrijf Polyester & Paint opgeknapt, omdat het beeld door de weersinvloeden begon te roesten. Nou, hieronder in de voet kunnen we goed inkijken en daar is hij toch wel verroest en rot. Dus onder in de voet gaan we zeker een stuk nieuw maken, puur om hem straks weer vast te kunnen zetten. We gaan de ogen die er aan de zijkant op zitten, die gaan we ook even goed bekijken. Daar staat hij met de spanbanden straks aan vast. Dat moeten we goed bekijken. Maar na de makeover van 6 weken is hij nu weer terug op zijn oude vertrouwde plek. Bij de McDonald's langs de A2.